of je nou iets te verbergen hebt of niet. De vraag is, wie heeft welk recht om iets van je te weten? Je doet je huis dicht, een brief stop je in een envelop of je giropapieren liggen niet erbij als je gasten te eten hebt. Foto's die stop je in een album, die hang je niet aan de buitenkant van je huis. Er zijn heel veel dingen die niet voor andere ogen bestemd zijn. En dat is normaal en dat zouden we zo moeten blijven houden. Ook al deel je sommige dingen doelbewust wel op bijvoorbeeld Facebook of op andere sociale media. Maar dat is dan jouw keus. Het lijkt erop alsof we alles met elkaar delen en alles zomaar vertellen. En dat is nog steeds niet waar. We houden nog steeds heel erg veel dingen achter. Tegelijkertijd steeds meer mensen zeggen, ja, maar ik heb al niks te verbergen en ik ben toch eerlijk of ik ben toch oké. En alleen mensen die iets verkeerd doen, die hebben iets te verbergen. En dat idee probeer ik toch een beetje aan te vallen, want het is precies andersom. De overheid moet een hele goede reden hebben om dingen van je te kunnen achterhalen, te mogen achterhalen. En zolang ze die reden niet geven, hebben ze gewoon met hun handen van je af te blijven. En ik hoop dat mensen daar toch iets meer over gaan nadenken. Ik probeer mensen daarop te wijzen, voor een deel door erover te schrijven. Voor een deel door de dingen die ik doe. Ik ben heel erg lang voorzitter geweest van de Big Brother Awards. Dat zijn prijzen voor instanties en bedrijven, personen die de privacy het meest hebben geschonden. En dat heb ik geloof ik 8 jaar gedaan. En door daar veel over te vertellen. En vooral dat hele idee van niet iedereen hoeft alles te weten van je. En je hebt het recht om sommige dingen te verzwijgen. Dat is tegenwoordig nogal wat aan het kwijtraken, dat is nogal aan het eroderen. En ik maak me daar zorgen over. We hoeven helemaal niet zo transparant te zijn.